Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door de ASWH Business Club. Ja, Jack, je bent volgend jaar trainer van IFC en ASWH en vandaag van FC Ambacht. Je speelde tegen FC Utrecht. Wat vond je ervan, je eerste ervaring zo weer terug op het oude nest? Ja, het is natuurlijk wel vreemd. Het is sowieso vreemd natuurlijk, aan 9 jaar Barendrecht. Maar ja, je zit nou natuurlijk als trainer bij Niel. De spelers kennen elkaar niet. Begin van het seizoen dus nieuwe spelers bij ASWH, er zijn nieuwe spelers bij IFC. De spelers van IFC en ASWH kennen elkaar natuurlijk niet geweldig goed.
Dus het was nog even vreemd. Het was ook wel gezellig van tevoren. In de kleedkamer was even stil. Ach ja, en dan moet je nog gaan voetballen. Wel niet getraind van tevoren. Maar ik vind dat spelers ook een vakantie nodig hebben. Als dit een traditie wordt, dan vind ik wel dat we voortaan toch wel 1 of 2 keer moeten trainen. Ja, het gaat ook weer van je vakantie af. Hoewel de vakantie nu van de spelers lang genoeg was. Dus we hadden wel 1 of 2 keer kunnen trainen. Dus dat moeten we maar van leren voor de volgende keer. Ja, en de wedstrijd. Ja, ik had graag nog wat meer weerstand geboden. Utrecht is natuurlijk veel de bal gehad. Nou, we hebben 2 dagen nog een kooltje gemaakt. En nog een tweede bijna. Ja, dat is nog wel leuk. Tweede helft hebben we nog een... ging het ietsje beter. Misschien ook wel omdat zij het tempo wat laten zakken. Dat weet je ook nooit precies. Ik heb deze wedstrijd gewoon gebruikt om een beetje te analyseren. En de spelers die ik niet kon, daar zit je aan te kijken van hoe ze het doen. Zowel van spelers van IFC als van ASWA. Deze samenvatting werd mede mogelijk gemaakt door de ASWH Business Club.